Het Nationaal Coördinatieteam NCT waarschuwt voor de vijfde COVID-19-golf in Suriname. NCT-coördinator Javier Azin zegt dat hoewel er een dalende trend te zien is in het aantal besmettingen binnen de vierde golf, we in Suriname niet moeten juichen. We zijn er vrijwel zeker van dat de vijfde golf ook gaat komen, benadrukt hij. Azin baseert zijn stelling op basis van ontwikkelingen in de regio en in Nederland. Komt die vijfde golf zoals die op dit moment in Europa woedt, dan wacht ons een gigantisch drama. Ons vaccinatiepercentage is de helft van Nederland, 35% van de totale bevolking. 43% is volledig gevaccineerd en 53% is deels gevaccineerd. In Nederland hebben we het over 70% van de totale bevolking en 80% van de doelgroep. Dus ik wil niet te pessimistisch zijn, maar ik kan gewoon geen vrolijke berichten geven over het feit dat de vijfde golf eraan komt en dat wij daarmee bezig zijn in plaats van met de feestdagen en met het verheugende feit dat we uit de vierde golf komen. Het is onze taak om te anticiperen. Wij zijn niet verrast door weer een golf. We zijn ook niet verrast dat het virus doorbreekt. Dat een pandemie is nieuw, is niet nieuw. Azin zegt dat om extra bescherming te bieden aan mensen met onderliggende ziektes en frontliners er een derde prik wordt gegeven. Dit is trouwens al mogelijk voor degenen die met AstraZeneca zijn gevaccineerd. In december en januari zullen er ook boosters mogelijk zijn voor mensen die zijn gevaccineerd met Sinopharm. Er zijn mensen die in het buitenland Pfizer hebben gehad en die krijgen ook een booster nu. Maar dat is ook al langer dan 5 maanden geleden en die krijgen wel Pfizer. Maar voor iedereen is AstraZeneca of Moderna beschikbaar. En het is elke dag beschikbaar bij Zorghotel en POC en regionaal ziekenhuis Wanica, BOG en... En dan zijn er nog specifieke locaties, de RGD-polyklinieken op verspreid in het land en de medische zending in het binnenland. Er zijn de mensen die 1 dosis hebben gehad nadat ze infectie hebben doorgemaakt. Die mensen die krijgen een 2e dosis om ze extra te beschermen. Dat kunnen ze halen bij de plekken waar ik al die ik net noemde. Je krijgt hetzelfde vaccin als bij die 1e dosis die je hebt gehad. Javier Azin sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van het Nationale Coördinatieteam in het perscentrum. Op deze persconferentie werd ook bekendgemaakt dat minister Amar Ramadine reeds ontslagen is uit het ziekenhuis en nu in thuisisolatie is. Het gaat iets beter met de gezondheid van de bewindsman.